Zo, zijn we weer terug. Nou, als je ziet, ik heb de curve een beetje opgestoten, het is niet meer vol, maar hij heeft wel een beetje de lichte groene kleur, maar nog niet helemaal groen kleur. En volgens de meting is het ook wel iets minder dan 0,5 ammonia in het water, als het goed is. Maar het lijkt er wel veel op, maar nog niet helemaal de intensiteit van de kleur. En de nitraat is nog steeds 0 milligram. Dus, we gaan dit even opruimen weer, dat ontstoot weer. En nog een correctie, het is geen bloedmeel, maar het was beendermeel wat we erin hebben gegooid. Hier komt ook een eentje omhoog. Pantje, pak nummer 3. Rij nummer 3, gaat omhoog. Dit plank daar. En ja. Ik ga meer vertellen. Het is nog niet veel veranderd de afgelopen 2 dagen. Deze schijnt een beetje heen en weer te doen. En we hebben Bilstar aardappels erin gezet. Dus, even kijken of deze bloemetjes straks tomaatjes gaan maken. Misschien wel. Deze lijkt wel te gaan. Onze eerste tomaat. Hier dan. Is het hier al booming? Geen idee. Nou, ons bijlint doet het wel goed zijn werk. De andere kant van de folie. Genoeg bijen. Ik moet even die bijenkast laten zien. Vorig filmpje laten beloofd in ieder geval. Nou, hier verschroeit raapstelen. Ook lekker door de zon. Vandaag een nieuw record, 50 graden in de kast. Ongelooflijk. Veel te heet, maar pepers laten erop zich wachten. Ik heb de wasabi even verplant, want die schroeide helemaal weg. Die kan niet tegen hitte. Dus die hebben we even in de schaduw neergezet. En die trekt er een beetje bij. Pootjes knallen nog steeds lekker door. Die zie je gewoon omhoog schieten. Dat is leuk. De sla die creëert ook echt enorme wortelstructuur hier. Kijk dan. Het groeit nog steeds vol met algen. Dus we even binnenkort morgen of zo even kreeftjes kopen. Die dan de wortels kunnen schoon eten. Dat willen we hebben. Dat is fijn. Dan hebben we nog een probleem met naakslakken. Dat die platform op kruipen en dan volgens als aanvreten en kapot maken. Maar deze sla doet het nog wel, dus die moeten we even terug doen. Nog even in het gaatje. Het trucje is dit te doen en dan zo. Hoppa. We hopen dat hij misschien nog een beetje bijtrekt. Je ziet de sla echt knallen, vooral deze. Die heeft echt naar zijn zin. De andere hebben echt moeilijk, want die hangen met de bladeren in het water. En dit platform echt kut. Dan hebben we hier ook nog het andere platformpje. Kijk hoe we hier de wortels eruit zien. Tadaa! Er ziet iets witter uit. Iets geïnvesteerd in mijn neus. Ja. Fucking die autofocus schakel in. Nou, stom ding. Kijk, autofocus. Focus, ja. Kijk, mooie wortels. Dus die gaan ook lekker. Ik heb wel een beetje problemen met de hitte en de zon. Maar goed. We zitten wel te denken om het toch een gat te maken in het plafond. Maar de stabiliteit van folie en scheuren en winter. Moeilijk. Ik zit nog een beetje met een maag. Dat probleem. Ik heb wel een versie 2.0 van de verdamper, koeler, airco, sizzle. Water wordt zo erin gesuipeld. Binnen zit filterspons en dat wordt nat. En dan komt het langs de zijkant. Komt er dan... Lucht wordt uitgeblazen, zeg maar, aan de zijkant wordt dan lucht ingezogen. Komt langs dat natte gedoe binnen, de folie. En daardoor krijg je dus dat het water wat in dat folietje zit, verdampt. En dan geeft het de hitte af. Dus dat is mooi. Alleen moet even een goede invoer regelen, dat het echt beter gaat. Maar het komt wel koude lucht uit. Dus dat is klein. Maar dat is nog niet genoeg voor deze oppervlakte, zo'n klein dingetje. Een lachertje, maar capaciteit heeft hij wel. Ondertussen is het alweer 15 graden afgekoeld, maar wat? 18 graden afgekoeld. Maar het is nog steeds 32 graden hier. Dus. En de bananenplant een beetje bijgesnoeid. Die had ook weer vermoeite, maar die moet even acclimatiseren. Pruimen doen het ook goed. Hier hebben we ook nog steeds, wachten we ook nog steeds op pepers. Juist. Hier komen nog wat nieuwe zaadjes uit, trouwens.
En die Rocket was al uitgekomen. Maar hier nog wat meer basilicum. Daar nog een sprietje. Volgens mij is het een Zuid-Amerikaans gedoe. Dille. Ja, volgens mij daar. Ah, is een springkaan of zo. Ha, dat is helemaal geen plant. Een beest. Hier hebben we nog wat. Komt ook omhoog. Ja, hier komen wat stringeltjes. Volgens mij is het gewoon nog steeds Zuid-Amerikaanse soi. Hier hebben we wat. Hier hadden we wat, ja. Waar zit die? Daar zit die. Kijk. De eerste groene sprietjes. Leven. En hier ook. Kom eens aan, hoor. De aangeplante zijn. Nou, die ziet te doen. Hij heeft gewoon een nieuw blaadje. Yes. Dus dat gaat goed. Ja, kijk. Hier nog iets moois. Slaag goed ook nog even door. Yes. Hier ontkiemt wat. Dat is mijn tuin. Ja. En we hebben afwachten. Badkuipje. Wat minder groen uit, hè? Zonder die rapen steen. Dus. Goed. Oh, dat is hier nog fijn. Oh ja, we hebben nou wat. Sorry, een beetje moe van de hitte. We hebben elke druppel gebruiken we nou. Druppelt ze naar beneden. Zo. En dan is het vrijdag gezaaid en die komt het alweer uit, zeg maar, zo'n maandag verder. 1, 2, 3 dagen verder. Kijk. Tadaa. Dus. Even pis voeren. Dan ga ik ook weer van boven vandaag. Zo, buiten even een dialoogje verder voeren. Want deze gozer wil in Oeganda ook een aquaponics systeempje beginnen zoals dit. Zodat de mensen en er geen vis meer hoeven te hebben van Europa. Het zelf ook niet meer hoeven te vangen. Maar het gewoon leren hoe ze zelf vis kweken en planten tegelijkertijd in symbiose laten groeien en vervolgens voor veel cash een rijk stinkende Europeaan verkopen. Nou, als dat geen goed plan is, gaan we gewoon lekker hem helpen. Haha. Nou, het is alweer 19 mei, zo te zien. Klopt dat? In ieder geval, de waarde is 0,039. Een klein beetje ammonia vergeleken met die test van net. 28,27 pH. Het is al omhoog gegaan. En het water ook. Ik denk dat de warmte en dat soort zaken en CO2 en bla 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 en iets mee te maken heeft. pH verhaal is nog best gelukt. Goed. Dat was het weer voor vandaag. Het is warm zat. We zijn in huis. Het was wel mooi weer vandaag. Kijk, zo mooi het wijs. Vraag even die buien lint laten showen. Super grappig. Er zit een waarde aan voor mij. En als ik nu morgen... Oh, je moet die bijen als een laten zien. Hier, dat is de bijlint. Lekker in werking. En hier gaan we natuurlijk om. Om de rakkers, kijk. 2 gemiddeld per vierkante meter. Nou, als dat geen mooie densiteit is, dan weet ik het ook niet meer. Kijk, 3, 4. Haha, hoezo te dicht zaaien. Die beesten kunnen tenminste nou lekker onbeperkt snoepen en altijd gebruiken voor het voedselvergaar. Voor de kolonie. Yeah. Ik heb een close-up kunnen maken, is dat grappig. En die bijen. Oh, even bij komen zitten. Die bij komen zitten bij die bij. Ah. Oh. Wat een monster. Ja. Heb ik net scherp gesteld, ga je weg. Tjoen. Nee. Make me happy. Give me the shot. Turn around. Wacht vandaan. Ja. Kijk. Dat willen. Blije bijen.
Nam, 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 nam. Veel beter dan al die lauwe Facebook-filmpjes over katten. Deze beest geeft tenminste ons leven. De rest niet, katten niet. Niet dat ze niet leuk zijn, maar... En even van die dome weglopen. Een eeuwige discussie over een betere wereld. Een klein shirtje. Hier hebben we de unit staan. Dus de dome staat daar. Dus die lui hebben gewoon echt... binnen handbereik. Een voedsel. Kijk dan. Daar zijn ze. Hallo. Nou ja. Dan kan ik net met mijn camera zo. Ik hoop niet dat ze mij als dreiging gaan zien of zo. Dus ik wil even inloeren in het nest. Dan zien we wat. Ja, wel. Ja, daar zitten ze. Met z'n allen. Het is net waar het rommels. Dit zijn bijen, dus... Ja. Die heb ik nog net niet gezien. Ja. Dan drukte. Nou, dit zijn ze dus. Twee stuks, kolonie van 5000 of zo, en deze is 3000 of 2000. Bla bla bla. Oh. Ja, Jan die verzorgt ze, dus ik ga binnenkort even met Jan een videootje maken. Dus even naar de binnenkant kunnen kijken. Dus. Ja, de rest van het terrein komt ook een beetje in ontwikkeling. Een beetje bloementuintje, theetuintje, moestuintje, dingetje, tuintje. Nou, we hebben dit gedeelte, zeg maar, gewoon vanaf, mijn hand zo, dit, zo. Hebben we sinds kort erbij geclaimd, zo, dit zo. De hele tuin. Dus we hebben een gigantische productieoppervlakte erbij gekregen. Niet dat we dat 1, 2, 3 gaan faciliteren, maar Maus is daarmee bezig. Dus, langzaam komt er steeds meer bij. Best opvlakt. Kijk wat een huge apparaat dit is dan. Ze zeiden dat dit artisjok is of zo. Nou, artisjok gezien. Ah, de pols. Zo, die is lekker huisgevest. Kan gesnoeid. Ja. Beetje rebarber. Snijbiet, je aardbei. Ja, yeah, ik ook aardbei. Ik ga gewoon een plantje jatten. Aardbeipikketje. Ja, misschien later. Nou, tot de volgende keer.